En het gaat niet, ik denk onder andere wat al genoemd is en wat wij met elkaar besproken hebben en wat voor een dag gekomen is. Wij gaan die dingen bekijken. Maar in je achterhoofd ook, heb je een antwoord? Want al die mensen hebben een tekstvers. En dan hoor je vaak, maar dat is maar hoe jij dit ziet en ik zie het anders. Nee? Dus ik denk het is heel belangrijk dat wij gaan kijken naar die dingen. Nou, mijn eerste een wat ik daarop heb is de welvaartsevangelie. Wat zou jullie zeggen hier in de grote groep? Net zo hard praten, dan kan ik het herhalen voor... wat is dat? Help niet, wij praten daarover en uiteindelijk dan weet niemand waarover wij praten. Wat de welvaartsevangelie is? Ja. Rijkdom. Wereldse rijkdom. Ja, je wordt beter, maar van vooral financieel in dit. Ja. Ik heb al gehoord dat iemand, ik kom nou, dat iemand zijn portemonnee aanspreekt. Zeg, geld moet meer worden. Nou, ik heb angstig gekeken. Nog iemand daar? God wil dat je rijk, gelukkig en gezond bent. Dus de welzijnsevangelie sluit hier nauw bij aan. Misschien moeten wij die twee maar samen nemen, want de tweede een is welzijn. Ik moet gezond zijn. Goed, nog iets hierover. Heb ik iets uitgelaten? Jullie begrijpen waarover het gaat, ja? God voor het koud. Gezond? God voor het koud. Dat is alle antwoord. Dus God voor het... Ja, wordt ingespannen voor mij... wensen en dingen. Nou, ja. Er zijn heel veel, ze zien het als een wetmatigheid. Dus als jij God dient, zal die je zegenen. En er staan ook heel veel teksten bij die je daarvoor kan gebruiken. Maar ik denk dat je het niet neemt. Heel goede opmerking. Ik wil nou niet weer Veritas, maar een Veritas is 4 modules. En Bart kan meer praten, maar de derde module praten wij vooral over de wijsheids... weet jij, kan het niet zijn dat die hier dichtbij is, of niet? Soms heeft het daarmee te maken. Soms begrijpt men niet dat God heeft zich geopenbaard en geschreven wordt, maar dat jij bijvoorbeeld de wijsheidsliteratuur, de poëtische psalmen in dit... op een andere manier moet gaan interpreteren, anders kom jij in zulke problemen. En als je gewoon de exegese doet, dezelfde, dan kom je op iets, de aarde is plat en hij staat op pilaren. Toch? De Bijbel zegt het. Maar dan begrijp je niet, dit is poëzie. En jij zegt ook, de zon is vanochtend opgekomen, hij is... Ja, vroege ochtend opkomst van de zon. Nou, hallo. De aarde is zo ver gedraaid dat wij weer de zon zien. Het is wetenschap, begrijpen jullie dit? Je moet ook begrijpen hoe schrijft de Bijbel dingen. En daarom zie ik ook, dus een heel belangrijke punt, dat was nog een hand. Ja? Als je maar genoeg geloof hebt, dan is er eigenlijk alles mogelijk. Dus het ligt volledig bij jezelf. Geloof en geloof. Als je goed en ernstig gelooft, dan gebeurt het. Goed. Nou wil ik jullie vragen, als ik nou de eerste twee neem, welvaartsevangelie, ergens is iets er weer klank, welvaartsevangelie en de welzijnsevangelie. Wij begrijpen de worsteling van de mens, maar hoe ga je zo iemand antwoorden? Ja, nee, in de groepen. In de groepen. Bespreek dit en probeer na te denken. Welvaartsevangelie, hoe zou ik zo iemand tegengaan? Wat? Want daar is ook waarheid in. Abraham was rijk en al die dingen. Maar waar ligt het probleem? Kom eens hoor. In de groepen ga ik jullie 5 minuten geven om dit te bespreken.
Wij gaan hierover verder. Blijf maar zo, want wij gaan weer praten. Dus. Oké, stop. Ik heb met kinderkampen heb ik een regel. Als ik nu ga praten, dan doe ik mijn hand omhoog. En als jij dit ziet, dan doet je het, maar dan mag je niet praten. Ik wil bijna dit inbrengen, maar het is fijn dat jullie zo praten. Kom, ik hoor, wat zou jij antwoorden als iemand komt en zegt, het is Gods wil dat je rijk moet zijn? Iemand met een antwoord hierop. Daar, goed. Wij kwamen ook bij dat het vaak wel ook dan op de mens gericht is en niet op de werking van God en het stimuleren tot geloven in de Heer Jezus Christus. Dat altijd een aardse verrijking gaat, uiteindelijk niet eeuwig is. Dus het is meer horizontaal aards en niet echt naar God toe, ja. Mari? Ja, ik zou vragen om 10 van de 12 discipelen de matteldood zijn gestorven. Een van de 12 discipelen? Ja, 10 van de 12 discipelen zijn de marteldood gestorven. En dat zou ik dan in persoon vragen. Ja, dan gaat het niet altijd zo, maar het gaat nu, dus de tweede in, nee, meer de welvaart, dat het goed gaat. Je moet mij die luidspreker toch geven. Dan horen mensen dit ook goed. Waar, ja. Ja. Kijk, wij kwamen op 1 Timotheus 6, vers 8 tot 10. Want er staat, als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen wij daarmee tevreden zijn. Maar wie rijk willen worden, vallen in de verzoeking en in de strik en in veel dwaze en schadelijke begeerten, die de mens doen wegzinken in verderf en ondergang. Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarna te verlangen zijn sommigen afgedaald van het geloof en hebben zich met vele smarten doorstoken. Prachtig. Ja, het is interessant, de verschuiving, ook in het Nieuwe Testament, laten wij tegen elkaar zeggen, het is niet verkeerd om veel geld te hebben, maar het is verkeerd. Je ziet hoe snel jij in de verzoeking komt. En hoe snel dat jou van de belangrijkste dingen in jouw leven weghoudt. Ik kan vragen. De Heer Jezus. En het is interessant, in het Nieuwe Testament wordt dan meer over, zal ik zeggen, worden wij meer gewaarschuwd voor het gevaar van geld. Als in het Oude Testament komt het niet zo van mensen hadden veel geld. Maar in het Nieuwe Testament zien wij dit. Dus wees voorzichtig. En dat jij dit dan bijna gebruikt. Jij ziet met mensen, ja, ik wil rijk worden. Dat jij spreekt een behoefte, een zondige behoefte bij mensen aan. En jij zegt, nou, de Heer wil het eigenlijk uitbouwen. Hij wil het nog meer maken. Jij moet uitkijken daar. Een mooi tekstvers. En dan moet je zien wat jij daar aan had. Nog iemand hierover? Ja? Oh ja. In het Oude en Nieuw Testament worden welvaart en geestelijke zaken worden naast elkaar gezet en gerangschikt. In het Oude Testament lees je, al zou de vijgenboom niet bloeien. En dat wordt ondergeschikt aan de relatie met God. En Paulus zegt dat hij alles als schade acht vanwege Christus. Dus de materiële zaken worden ondergeschikt aan de geestelijke. Ja, prachtig. Maar het is een groot verzoeking. Vooral als jij misschien jouw baan kwijtraakt en zo. Nee? En hier komt iemand langs en hij biedt jou, ik weet niet wat, aan. Hoeveel geld je kan krijgen. Ik heb ergens gehoord, jij krijgt die vooral in Amerika, die mensen die miljarden hebben omdat zij in het geloof, weet die 5 healers en dit. Maar er was iemand wat mensen toe uitgedaagd heeft en gezegd, als jij nou ook jouw geld geeft, dat is hoe ik begon. Ik heb alles weggegeven en kijk waar de Heer mij, hoe rijk heeft hij mij gemaakt en alles. En voor hem zat zo'n weduwe oude tante. En ze kijkt hem zo en ze zegt, I dare you do it again. Doe het weer, geef alles weg. Begrijpen jullie, dit gaat niet daarom. En ik heb ken mensen wat vermogend is, maar je zal ook zien dat zulke mensen geeft en investeert in het koninkrijk van God. Module 4, advertentie.
van Veritas doen wij de exegese van Johannes, waar Matthäus in de bergrede, waar de Heer zegt, investeer in de hemel. En hoe moet ik dit doen? Ik heb nog nergens gezien dat ik geld in de hemel kan, weet, investeer en je zal schat in de hemel hebben. Maar dat is heel belangrijk. Dit is waarom het gaat, daar. Maar het welzijn is net zo belangrijk. Wat vandaag mensen, mag ik vragen, dit is nou niet om jullie, maar ik ga mijn hand ook opsteken. Wie van jullie heeft wel voor een arts gezet en gehoord, je hebt kanker of een ernstige ziekte? Dan weet je, ja, dit is confronterend. En wat jouw eerste reactie, wat je bij heel veel mensen krijgt, is, hoe kan ik genezen worden? Dus, hoe moet je hiermee omgaan? Het is menselijk dat je graag gezond wil zijn. En in de theologie van die mensen past het niet. God wil dat jij rijk, gezond, en bij die type groepen ook zal je zien, jij moet fitness doen en weet anders, niks verkeerd, ik doe ook, mijn olijfje moet ik. Maar het gaat dan niet om dat je op de coverblad van een of andere tijdschrift wil zijn, je wil jouw lichaam gezond proberen houden. Maar zij hebben een ander motief, het is een hele andere wereldse glamour situatie. Maar hoe, de welzijn, je mag niet ziek worden, hoe antwoordt jullie, hoe hebben jullie daarop gereageerd? Valentina. Toelichten. Mijn zoon was natuurlijk ernstig ziek en een vriend van mij zit in zo'n welvaart-welzijnsevangelie. En sprak met hem en wat hij eigenlijk zei indirect is, je hebt gezondigd tegenover God. En dat bracht me, want in zo'n situatie ben je emotioneel zwak, je hebt geen ondergrond, zeg maar, je bent weer op zoek naar ondergrond. Nou, dankzij prijs de Heer dat ik die weer in Christus heb gevonden in die periode. Maar het brengt je wel naar een punt dat je naar jezelf in de spiegel gaat kijken van, oké, wat heb ik verkeerd gedaan ten opzichte van God? En dat is, dat is echt wel best wel confronterend en moeilijk. Want het brengt je in zo'n situatie in een nog dieper dal dan dat je eigenlijk al zit, zeg maar. En gelukkig heeft nogmaals de Heer me eruit getrokken. Maar dat wilde ik nog even toelichten, wat dat gevaar ervan kan zijn. Is ziekte altijd een gevolg van zonde? Nee. Het is heilzaam om, als dit gebeurt, want het is wat gebeurt als je ziek wordt of zoiets, of iets gaat mis, dat jij zelf onderzoek doet. Maar niet direct. Zelf onderzoek doen. En niet direct wil genezen en zeg, Heer, wat is uw doel hiermee? Nee. Maar kijk uit. Welzijn betekent niet altijd dat je moet genezen worden. Die Heer gebruikt het. Ik heb een verhaal, ik ga het nou zo neutraal mogelijk. Kijk goed waar op de opname wij zitten, zodat het misschien uitgeknipt kan worden. Maar ik wil hier iets noemen. Ik was bij een goede vriend, dus nou ruim 20 jaar geleden, die was terminaal in kanker. En ik kwam in een ziekenhuis, ik kon hem ook niet altijd bezoeken en ik schrok toen ik hem weer zie. Ik zag hem, ik dacht, oh, dat gaat niet goed. Het loopt af. En zijn vrouw was bij hem en ik begon te praten en ik zei aan hem, ga nou maar zeggen, Jan. Hoe gaat het en hoe denk jij is de weg voeren naar voren. En hij wou beginnen praten en zijn vrouw kwam onmiddellijk in, want zij was in die genezingsdingen. Niks negatief zeggen, want hij gaat genezen worden. En ik zag in zijn gezicht, ik wil eerlijk met iemand praten, want ik besef, ik sterf. Hij is ook een maand later overleden. Mensen, voor mij is de leven Christus en de sterven winst. Geloven wij dit nog? En dan zeg ik, nee, je moet niet opgeven, je moet niet behandeld worden of dit, nee. Maar dat jij beseft, daar is iets dieper dan dit leven. En nou wil ik een woord gebruiken. Stervensbegeleiding.
wordt al hoe minder. Iemand gaat naar de hospice en je mag niet altijd eerst daar zijn, maar waar je naast die persoons bed kan zitten en met hem meer huilen, bidden, genade afsmeken. Mensen, dit denk ik is de Bijbelse weg. Want dit gaat ons allemaal overkomen. Vroeg of laat, ik weet dat jullie jonkies geloven er niet in, maar als je ouder wordt, dan kom je achter, vroeg of laat, dan is het jouw beurt. Maar dan wil ik ook iemand hebben wat langs mij zit en zegt, Marius, kom wij praten over. En wat van de mooiste tips wat ik voor jullie wil geven, is nemen de kruiswoorden van de Heer Jezus. En behandel dit met die persoon. Vader, vergeef hen, want ze weten, is er mensen in jouw leven nog? Waar er vergeving moet zijn. En zo kun je allemaal doorgaan. Praktisch. Vrouw, daar is je zoon, zoon, daar zijn praktische dingen wat iemand wil doornemen. Maar neem die woorden van de Heer Jezus. En dan dat laatste moment. Vader, in uw handen geef. Dat de persoon kan komen en zeggen, Heer, ik geef me. Het is niet een schande, ik ga jullie allemaal een verrassing geven. Allemaal gaan dood. Het verschil niet. Wanneer? Goed, volgende punt. Hypercalvinisme. Wie weet wat het is? Daar komt mijn hand onmiddellijk en nog een hand. Lijkt mij, dit is heel bekend. Definieer het voor ons, gaat de luidspreker. Achter de microfoon. Jij was het ook, toch? Ja, ja, praat maar. Het is vooral dat je heel erg afwachtend wordt. Dus God moet het doen en het moet je maar gegeven worden. En eigenlijk rust in de woorden, och mocht het nog maar komen te gebeuren, dat. Ja, afwachtend. De Heer zal het doen als ik tot geloof kom. Nee, dit is in zijn handen en ik wacht nou maar. Ik wil niks verder over zeggen, maar wat? Hoe zou je dan tegen mensen? Dit is een ernstige probleem. Toen ik naar Nederland kwam, was ik, wat zie ik hier? Dit is zo'n ernstige probleem, vooral met kinderwerk ook. Ga vragen de Heer Jezus om je een nieuw harkje te geven. En ik denk, al zijn al kinderen wat 90 jaar oud is, wat nog steeds dit vraagt. Nee? Maar hoe ga ik daarmee om? Bespreek. Voor ik iets ga zeggen, wil ik van jullie horen. Ja, jullie herkennen het probleem, maar wat moeten wij hiermee omgaan? Hoe moeten wij? Goed, kom ik hoor, hand of daarachter. Jij moet hier in praten, anders horen mensen jou niet. Ik lees wel eens Matthäus 11 dan. Die staat daar ook op die banner. Maar er staan heel veel werkwoorden in. Kom naar mij toe. Neem mijn juk op u. Leer van mij. En u zult het vinden. Dus dat zijn allemaal werkwoorden die zeggen dat je niet achterover moet leunen. En dat je daadwerkelijk naar hem toe moet gaan. Dat is echt uitnodigend. Volg mij. Nee, uitnodigend. Ja, uitnodigend. Mooi. Wie nog? Het voorbeeld wat ik wel eens gebruik is, als mensen zo praten, dan in Lucas 6, dat wordt gesproken over de man met de verschrompelde hand. En wat in het hypercalvinisme eigenlijk gebeurt, is dat Jezus zegt, strek je hand uit. En dat die mensen eigenlijk tegen Jezus zeggen, kijk eens naar mijn hand, die kan ik niet uitstrekken. En terwijl eigenlijk, als je op Jezus ziet, met de opdracht, krijg je ook de kracht om je hand uit te strekken. En dat is in het geloof net zo. Mooi. Lucas 6, vanaf vers 6 tot 11 staat dat. Ja, daar wil ik me bij aansluiten dat het woord van God kracht heeft. Vaak spreek ik met mensen die wel willen geloven, maar niet tot Jezus durven te komen. En dan hebben we het over dat het woord van God in zichzelf kracht heeft. En ons oproept om te komen of om ons hand uit te strekken. Ja, mooi. Nog iemand? Wat vaak het hele probleem is dat ze niet willen. Maar goed, dat ligt eronder natuurlijk. En daarom moet je een poosje doorpraten met die mensen.
Maar ik moet ook denken aan Johannes 5, vers 25. He, daar staat voorwaar, ik zeg u, en die ik, dat is Jezus. De tijd komt en is nu, dus op dit moment, dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen. En dat wie hem horen, zullen leven. He, vaak zijn we, ja, maar ik ben toch zondig en zo, en ellendig, en weet ik het allemaal niet. En zeg van, ja, dat klopt, je bent hartstikke dood. Efeze 2, dood en zonde en overtredingen. Dus alles wat jou trekt naar God, is het werk van de geest. Dat kan niet anders, want je bent dood. Ja. Nog iemand? Haast nog hand. Nou doe ik het mezelf al, nee. Nou moet ik links en rechts rennen. Nee, ik wil ook even teruggeven van mijn, mijn familie is oud gereformeerd. Mijn opa, nou, vele gesprekken mee gehad. Hij wil heel graag, zijn hele leven lang wil hij echt het liefste, wil hij eigenlijk dat kunnen geloven, het kunnen aannemen. Maar je merkt dat er een soort blokkade zit in zijn, hij durft het gewoon niet uit te spreken. Hij gelooft het wel, dat merk je aan alles. Zijn levensstijl, hoe hij echt mee bezig is, dagelijks God zoeken. Alleen tot op zijn dood zal hij het niet durven geloven. En dat is wat mij altijd, waar ik echt verdrietig van ben. Elke keer ik daar weer ben bij me, en ik daar weer wegrij. Gewoon, het is verdrietig. Het is niet de blijdschap die ontbreekt. Maar gelukkig weet ik wel dat het geloof wat eronder zit vaak echt wel echt is en oprecht. En dat het dan, ja, ik mag wel geloven dat het echt goed zal komen. En wat je ook wel ziet, bij mijn oma zag je dat vooral eind van de leven op de sterfbed durfde ze uiteindelijk uit te spreken dat ze behouden was, dat ze er zal komen. Nou, en dan, dat is, nou, dan denk ik, ja, het is eigenlijk jammer van het hele leven, maar ik heb altijd wel hoop. Ja. Mooi. Ze hebben natuurlijk ook de uitdrukking met een gestolen Jezus naar de hel gaan. Dat is natuurlijk een keiharde. Dus als ik denk aan sterven, is dat echt eentje. Heeft iemand daar misschien een tegenreactie op? Want dat, ik vind dat zo'n heftige. Ja. Ja. Ja, mensen, dus ik heb het nog niet gehoord, gestolen Jezus naar de hel dan gewoon. Heb jullie... Hoe kun je iets stelen wat je aangeboden wordt? Ja, nee, dat is een goeie. Dat heb ik al gedacht, maar ik heb het nog nooit gehoord. Dus, nou mensen, wij zitten hier, ja? Ik heb het gesprek kort gehad en dan wordt er gezegd, ja, maar je kan het ook niet aannemen. Want je bent zo dood dat je dat niet kan. Ja. Ja. Ik zeg, ja, klopt. Maar Heere, open jou. Nee, luister naar zijn woord en hij wil jou gebruiken. En dan begin je te denken, oh, ik zou dit graag willen. En uit jezelf zou je niet. Mensen, hypercalvinisme is een heel moeilijke onderwerp. Vooral omdat wij allemaal geloven, geestelijke werk is Gods werk. Dit is waar. Dit kun je niet van de tafel, dan kom je in de problemen. Maar waar het fout is en fout gaat, is dat men dan zeggen van, jij kan niks doen, zit maar. En wacht tot de Heere iets doet. Nee, dat lees ik niet in de Bijbel. Dus de hele tijd, ook de Heere Jezus, uitnodigend, bekeer jou, kom naar mij toe. Ik weet. Ik kan het 10.000 keer zeggen, maar als iemand het niet door de Heere de ogen open gaat, gaat het niet gebeuren. Maar wat ik een probleem is met de hypercalvinisme, daar wordt vooraf dingen opgeworpen. Stappen en dingen wat gezegd worden. Ja, jij moet dit en dit en dan komen wij in de problemen. Dit lees ik niet. Als ik ook met kinderen werk, buitenkerkelijke kinderen... Ik kreeg wel een handleiding samen met de gemeente en toen de dominee zei tegen mij, maar daar staan, waarom ga jij niet en stel jouw vertrouwen op de Heere Jezus? Dit was in onze handleiding. En hij zegt, dit kan je niet zeggen. Hij zegt, wanneer jij beseft, dit is de Heilige Geest wat in jou werkt,
dan stel je je vertrouwen op de Heer Jezus. Nou, als je nou maar eens door om één keer in zijn leven gezien dat ik het verloren. Ik vroeg aan de man, dominee, weet jij altijd, nou zijn buitenkerkelijke kinderen, weet jij altijd, oh, dit is de Heilige Geest, dit is mijn stem en dit is Satan, want er zijn drie stemmen. Jij nodig uit. Hoe ga jij aan iemand zeggen, wanneer je weet, is de Heilige Geest wat in jou werkt? Ik zou zeggen, als iemand je uitnodigen naar de Heer Jezus toe, dan is het de Heilige Geest wat zegt, kom, kom. Dus wees voorzichtig, er is een heel belangrijke waarheid, Gods werk. Maar nou, wij gaan vanmiddag doen, bekering, alles, het evangelie, wat is de kenmerken en hoe kan dit? Wij gaan daar naar kijken. Maar ik ga hier in kort zeggen, bekering is bijna iedere keer in de Bijbel een opdracht. En dan snap ik het hyper-Calvinisme niet meer. Het is een imperatief of een gebiedende wijs. Dus wanneer jij ook, kom nou, bekeer je, ga naar de Heer, stel je vertrouwen op de Heer Jezus. Ik ga hier nou niet veel meer wanneer we evangelie komen, ik zie bij de af. Maar er is een gevaar. En het ligt meestal in het type leer over de uitverkiezing en dingen. Als ik niet weet, ik ben uitverkoren, dan kan ik niet geloven. En dit moet je direct de kop, nergens in de Bijbel zeggen, je moet weten of je uitverkoren bent, dat ga je niet weten. Maar het evangelie brengt iemand dat hij tot de Heer Jezus wil komen. Hier was zijn hand, ik kom niet. Oh, jij. Ja, als het vast zit op de uitverkiezing, wie verkiest ons? Een goede God die niet wil dat we verloren gaan. Ja. Ja. Als je dan laat zien wie God is, dan komt er veel meer hoop. Dan heb je uitzicht. Ja, het ook te maken met je godsbeeld. Zeker, ja. Ja. Als je goed. Wat u zei over de gerechtigheid en oordeel, als je zo'n God voor je ogen hebt die uitkiest, ja. Ben het eens. Ik hoop wanneer wij straks ook naar het evangelie gaan kijken, dat die termen ook duidelijk gaan worden. Oké, dus ik moet hem eerst parkeren. We zijn gevoelig voor de verwatering van het evangelie, omdat wij gevoelig zijn voor moderne church feelings. Begrijpen jullie wat ik daardoor wil zeggen? Ik heb Leander Jansen ook gevraagd, wat ziet hij? En wie van jullie ken je Leander? Dit was de vorige, ja nou. En dit was zijn punt. Wij zijn gevoelig voor dit. Wat denken jullie? Wel, als je muziek heeft vooral ook iets, dit is mijn toevoeging. Dat is een marionistische, sectarische toevoeging daar. Maar om een beetje te helpen, dat kerkgevoel, wat denken jullie wordt al meer gezegd? Want eerst, wij gaan erover praten, maar als wij niet weten wat het bedoelt, wat is de misleiding van ja, die church feeling, de goed gevoel iets? Emotie, ja. Ik voel goed als ik uit de kerk ga. Wauw! En weer de dominee als hij over zonde praat of over de hel en ik voel niet goed. Nee, ja. Alle waarheid, ja. Goed, jullie begrijpen wat daarmee bedoeld wordt. Bespreek met elkaar. En dan die halve waarheid is al een antwoord. Kom, wij horen. Ik hoor graag, wat denken jullie? Vooral dat eerste stukje, de verwatering van het evangelie. Ik wil jou nu vragen om jouw gedeelte te spreken. Het verwatering van het evangelie, maar wat jij gezegd hebt, is al een goede antwoord aan het begin. Ja. Oh ja. Luister mensen. Nou. Eigenlijk het stukje van God is liefde en iedereen is welkom, punt. Maar dat is natuurlijk een komma. Want er valt zoveel over God te zeggen. Hij is rechtvaardig. Hij wil dat wij ons omkeren naar hem, dat we hem zien. En niet op zijn muziek en de lichten en het feel good afgaan. Want dat is natuurlijk een heel mooi evangelie. Mooi. Het evangelie is mooi, maar dat wordt niet verteld. Beslis. Ja, nou bedankt. Nog iemand? Of was het zo'n goede antwoord dat iemand zegt, ik wil niet eens verder iets zeggen. Ja. Ik moest denken aan de Efeze 6 over de geestelijke wapenrusting. En er wordt gesproken over het zwaard van de geest, het welk is Gods woord.
Het is een tweesnijdend zwaard, dus daar krijg je geen aai mee, maar daardoor print je, zeg maar. Dus het is nogal zwaar, nou, het is nogal scherp, zeg maar. Ja, mooi. Oké, nog iemand of kan ik naar de volgende gaan? En nu heb ik iets. De vorige keer, dus wil jij nog iets zeggen? Ja, you have to speak into the microphone. Ja. Nou, ik heb wel wat vragen. Je hebt best wel wat gemeentes die, hoe zeg je dat, waar jongeren bijvoorbeeld ja, zich een ander, hoe zeg je dat, juist naar zulke kerken gaan en dan zeggen van ja, dan zijn ze in ieder geval nog wel in de kerk. Daar werkt God wel. Dus dat vind ik soms ook nog een zoektocht. Natuurlijk, het is, ze zoeken wat gewoon een fijne tijd met elkaar. Hm. Maar ze vinden dat daar wel. En het evangelie wordt wel verkondigd. Dus, hoe zeg je dat? Anders zouden ze misschien helemaal afhaken. Dat wordt dan vaak gezegd om, je moet een soort een instapkerk hebben, zeg maar. Stel je voor als je je buren meeneemt. Ja, dan is het zo fijn als het een beetje ja, gezellig is. Ja, ik kan lang daarmee bezig blijven, maar ik wil... Wanneer de gemeenten bij elkaar komen, dan moeten we ons afvragen, waarom zijn wij hier? Is het om een goed gevoel in alles hier als broeders? Ja. Maar nou, om daarop dan kort te antwoorden... Een niet-gelovige moet zich welkom voelen in de gemeente, maar hij kan zich niet thuis voelen. Snap jullie wat ik bedoel? Want de mensen hier hebben echte liefde naar elkaar. En de boodschap wat ik daar hoor is, als ik niet geloof wat dit is en wie God is, dan loopt het niet goed af met mij. Hoe kan hij daar thuis voelen? Ik herinner hier bij de eeuwwisseling rond die tijd, was daar een groep jonge mensen, en dat is wat mij daaraan deed dingen. Een groep jonge mensen wat een jeugdkerk willen beginnen in Apeldoorn. Omdat ik nou kinderwerk en ook met de jeugd gewerkt heb, Marius, kom jij even. En ik kan herinneren, ik zat op een krukje bij de deur, want met mijn oren... In deze hoek was daar bier en koffie en thee en alles. En daar was de podium en daar wordt gezongen, geestelijke liederen en alles. En het flits en alles. En de groepen daar zingen en alles. En ik dacht, oké, okay, dus beslis anders. En er kwamen op een gegeven moment twee klanten binnen. Ik ga het noemen als weer makkers, wat je kan zien... Dit zijn mannen wat nou echt uit de uitgangswereld van Apeldoorn, dus ook dicht bij de Katerplein, wat wij noemen. En ze komen, heavy scene, flitsen en alles. Maar ze stonden zo 3 meter voor mij met een van de leiding te praten. En toch, oké, okay. Zo iemand zal niet bij ons kerk binnenkomen. Nou luister, ik kan niet meer, maar op een gegeven moment vriezen die twee. En ze staan zo terug en ze kijken voor die leiding. Kerk! Kerk! Is dit een kerk? En ze begon te lachen en ze liep uit. Dat is nogal voor mij een eye-opener geweest. Zelfs zij verwachten niet dat dit een kerk is. Nou zeg ik niet dat de Heer niet op allerlei rare manieren iemand tot geloof kan brengen. Maar wij komen niet bij als je evangelisatiedienst wil houden op een manier, prima. Maar wanneer de gemeente bij elkaar komen, is het om God te aanbidden. En tot opbouw van de gemeente en als daar niet gelovigen bij zijn, je bent welkom. Maar wij gaan niet aanpassen voor jou, wij zijn bezig met de Heer. Dus dat feeling. En dan zie jij, als je zo begint, dat de scherpe kantjes van dit evangelie weggaat. Het wordt afgeknipt, weggegaan. Goed, sociale wetenschappen. Deze groep wil ik vragen, bespreek wat de gevaar van sociologie. Begrijpen jullie? De wetenschap van de omgeving en wat de omgeving wil en de patronen en de samenleving. Wat heeft dit als gevaar voor ons als kerk. Jullie nemen de psychologie. Wat zijn de gevaren van dit voor ons in de kerk?
Jullie nemen de management, de bestuurswetenschappen. Wat zou dit als gevaar? Of heeft dit geen gevaar? En voor jullie vraag ik de pedagogiek, opvoeding. Oké. Dus elke groep gaat iets zeggen. Wij gaan beginnen bij de sociologie. Is dat een gevaar? Hoe moeten we daarmee omgaan? Wat kan de gevaar er zijn? Iemand vroeg mij, wat zijn de sociale wetenschappen? Dat zijn, ja, geesteswetenschappen zoals sociologie, psychologie, management, de bestuurswetenschappen, pedagogiek. Dus niet waar je een celletje onderzoekt in concreet. Dit zijn meer, ja, gedragsonderzoek enzovoorts. Kom ik hoor. Sociologie, is dat een gevaar? Jullie hebben wel gepraat. Heel sociaal geweest. Ja. Misschien dat je de factoren, menselijke factoren, zoals de samenstelling van een bepaalde bevolkingsgroep gebruikt om effecten te bewerken of effecten te verklaren. Dus mensen komen naar een bepaalde kerk toe omdat ze uit deze bevolkingsgroep komen, of wij richten ons op deze bevolkingsgroep want zij hebben dit nodig. En dat je daar de geest mee elimineert, of het werk van God, en het zelf probeert te berekenen en voor elkaar te krijgen. Oké, ik ga niet nu reageren. Nog iemand uit deze groep? Stilte. Ja, mag wel. Ja, ja. Dat is persoonlijk. Ja, dan zou het zijn van antwoorden op de samenleving, die heb je dan vanuit menselijke gedachten en niet vanuit Gods gedachten. Dat kan, ja. Nog iemand? Daar is iets. Sinant. De presentietheorie van Andries Baart. Die wordt gebruikt vanuit de basis, laat maar zeggen, diaconaat in de wijken van vroeger. Maar dat is een theorie wat ontwikkeld is nu zonder geloof, zonder God. En die is eigenlijk geïntegreerd in hulpverlening. Humanitas werkt daar ook mee. Ik heb daar 5 jaar gewerkt. En dan zie je gewoon hoe dat naar binnen zakt bij mensen. Het voelt heel goed. En ze kunnen er alles op verklaren. Elkaar er ook op helpen. Maar je leert het zonder God. Buiten, ja. Ja. Nou, mooi. Ja, ik heel praktisch ook bij een paar gemeentes wat die uitkomt, wat jullie gaan krijgen, is dingen zoals, wij moeten enquêtes in de omgeving doen. Wat willen mensen in onze omgeving, zodat wij als gemeente daarbij kan inhaken. Dus doen een enquête, wat leeft bij de mensen, en dan moeten wij dit ook. Mensen, de Heer Jezus, toen hij zijn discipelen uitgezonden heeft, heeft hij gezegd, het koninkrijk van God, hij heeft boodschap gebracht. En niet als mensen dit niet ontvangt, zeggen, oh, nou moeten wij eerst teruggaan en weer bij de, nou, hoe gaan wij dit nu aanpakken, zodat zij het ontvangen. Jij hebt een boodschap, wat jij wel naar de mensen moet communiceren. En het is goed om dan te weten, wie zit hier voor mij? Maar ik kan daar niet aan veranderen. Want dit wat de samenleving wil, is weer behoeftes en dingen. En zij beseffen niet in zo'n grootste nood. En dat is, ik ben verloren. Goed, ik kan niet lang aan, maar dit was één. Hier, jullie hebben psychologie, nee? Ah, achter zit ons psycholoog. Ja, we hadden het er net over, maar uiteindelijk ga je heel erg beredeneren in je hoofd van, wat gaat er mis? We hebben overal een verklaring voor van, nou, jij hebt dat ook, oh, dat heeft dan met dat te maken. En zo blijf je beredeneren over van, wat is dit dan? Of wat is dat dan? En, maar het is heel moeilijk om te accepteren dat sommige dingen we gewoon niet, simpelweg niet weten of niet achterkomen. En dat God daar ook gewoon een plan mee heeft en doorheen werkt. En dat staat natuurlijk in Jesaja 55, vers 8. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heer. Dus dat vinden we denk ik moeilijk om ook gewoon te accepteren en te geloven. Mooi. Nog iemand hier? Waar ik reageer. Mensen uit de psychologie, wij weten wat de rol psychologie ook speelt. Maar ik zie het ook altijd terug van, hey, ik moet eerder niet dit zeggen, want dan stoot ik de persoon voor het hoofd. En dan raak ik niet eerlijk in de evangelie. Ik zeg niet, je moet brutaal zijn.
Maar dit zijn... Dit hebben wij in kinderwerk van. Praat niet nou over zonde. Je moet positief zijn. Weer de hele tijd, dit zijn type gedachten wat vooral uit die hoek naar ons toe komt. En ik zeg nee, jij moet waarheid en liefde verkondigen met wijsheid. En soms, ik val nou niet aan van en voor wat is positief of wat negatief is. Het is de boodschap wat ik moet overdragen. Hoe ga ik het doen? Maar ik heb ook gemeenten zoals zij zeggen, nou, je praat niet daarover, daarover. En dan 5 jaar later praten ze nog steeds niet daarover, maar dan gaan de mensen weg. Als de gemeente in Apeldoorn. Nee, nu kan ik het niet meer noemen. Want ik heb het geïdentificeerd in Apeldoorn. Maar er zijn ook andere gemeentes, weet ik, waar voorgangers de waarheid begon te verkondigen. En dan beginnen mensen weg te gaan. Want ze kwamen oorspronkelijk in de gemeente. En nu worden ze voor het hoofd gestoten. En dan vindt ze het niet fijn. Hier zijn de... Oh ja? Is een gevaar van de psychologie niet ook dat er heel veel focus is op self-help, zelfontwikkeling, boeken lezen. En dan wordt het uiteindelijk heel erg op zichzelf gericht in plaats van op God gericht. Ja, en dat speelt het ook door naar de kerken. Dat is wat bij de sociologie ook aan de orde was. Ja. Absoluut. Ja. Die, bijvoorbeeld als je alcoholistische problemen hebt of zoiets. Een hele stappenplan en dit. En jij en God is daar helemaal buiten. Ja. Jullie? Iemand hier over bestuurswetenschappen. Ik herken het wel een beetje in onze gemeente. In de kerkraad zitten nu best wel wat mensen met best wel topbanen, topfuncties in grote bedrijven in Nederland. Ja, en dan worden problemen aangevlogen met rondetafelgesprekken. Dat we allemaal van die managementtheorieën om iets aan te pakken. Terwijl je dan denk ik, soms vergeet om te bidden en te lezen. En wat 2 weken geleden zei je... Leander voor mij van de kerk is geen organisatie, maar het is organisch. Het is een lichaam. Het beweegt, het doet. Het is ook geen hotel die we moeten runnen, maar een ziekenhuis. Met mensen die beter zijn geworden, die de zieke mensen helpen. Ja, dat vond ik wel het antwoord hierop. Ja, amen. Kan ik gewoon zeggen. Ik denk dat wij moeten voorzichtig dat wij van een organische bijeenkomst, wij zijn kinderen van God en alles, en dat je dit dan stuurt, gaan wij een management doen en dan wordt het de orgaan, gewone bezigheid of niet meer organisch, maar een bedrijf bijna. Gaan wij kijken, alles is goed geregeld, maar de Heer is er niet. En dit is een gevaar. Ik zeg niet, dan moet niet een beetje weet dat wij elkaar gaan iemand krijgen wat de knopen doorhaken en dit gaan denken, maar ik denk dat wij willen Gods werk managen. Eigenlijk dit zo aan de gang krijgen. Terwijl wij eigenlijk zien, hier werkt de Heer, hoe gaan wij dit sturen? En hoe gaan wij dit de beste kunnen doen? Ik heb gehoord dat als een heel bekende kerk in de wereld, ik ga niet de naam noemen. Zij hebben, ik denk iets als 10.000, 15.000 lidmaten. En zij gaan nooit plannen uitwerken. Wij willen dit bereiken over 5 jaar. En ze zitten wereldwijd. Maar zij organiseren, managen wel dit wat God doet. Begrijp je het verschil? Zien, hier begint de Heer werken. Kom, wij sturen dit. Kom, wij organiseren dit. Maar ik denk, wij doen het eigenlijk. Als wij het zo doen, dan gaat God zijn werk doen. En dit was de vorige eeuw een heel sterk groep. Ik ga nou niet de namen van die theologen, wat daarop stond. Als je dit en dit en dit doet, dan zegen de Heer dit. Nee hoor. Kom, wij komen bij de pedagogiek. Daar achter is het. Okay. Hier is ook, oké. Okay. Ja. Okay. Nou, de visie op het kind is vaak heel positief in de pedagogiek. En dan wordt er gedacht dat kinderen onschuldig zijn, dat ze lief zijn. En dat gaat eigenlijk ook wel tegen de Bijbelse waarheden in. En
ja, dat, dat is een gevaar. Ja. Absoluut. Beeld op het kind, heb jij iets daar nog toe te voegen? Ongeveer hetzelfde. Ja. Ja, wij kwamen op hetzelfde dat het kind een onbeschreven blad is. En als het kind in de problemen komt, dan komt het door zo'n omgeving of door de opvoeding. En niet meer gewoon simpelweg door de gevallen staat van het kind. Ja. Dus. Dat sluit aan bij de psychologie. Want dit sluit aan bij de psychologie ook wat zegt dat jij bent niet schuldig, maar is jouw ouders of jouw omgeving of iets wat de sociologie is, wat de oorzaak is waarom het niet goed gaat met jou. In de zonde in jouw eigen leven mis je. Een kind wordt bijna gelijk geacht met zijn ouder. Dus er is ook weinig verschil meer in gezag in onderlinge relaties. Dat eigenlijk. Ja, gezag is de belangrijkste ding en de enigste wat de Heere voor ons als nieuwtestamentische mensen zeggen waar wij jouw kind moet leren. En dat is om zijn ouders om gezag te accepteren. Als je daar valt, val je in jouw hele opvoeding. Heel interessant is net, toen ik Nederland kwam, toen las ik een stuk. Nou ga ik zien wie is die oudste hier. Van de RPF. Wie weet wat de RPF was? Een politieke partij, een christelijke partij. Wie weet het nog? Oh, oké, ja. Die jonkies snappen het. Maar de RPF is een van de partijen wat uiteindelijk de ChristenUnie, denk ik, samengevoegd. Maar ik las, dit was mij zo'n eye-opener. Ze zeggen, Nederland is van een gezagshuishouding overgegaan op een onderhandelingshuishouding. Amen. Ook in christelijke kerken, ook in christelijke scholen. Goed, mensen, de tijd is om. Dus ik wil even iets zeggen over de laatste twee. En dan zien wij elkaar weer na de pauze. Hier liep ik echt tegenaan. En dit is de Jezus is mijn vriendkie theologie. Ik ben als kinderwerker daarmee zo geconfronteerd. Toen ik hier kwam, dat ik snapte het niet. Waarom wil je Jezus aannemen? Nee, als vriendje. En het wordt zelfs ook gezegd in handleiding. Neem Jezus nou als jouw vriend aan. Nou, ik wil jou zeggen, alle kinderen gaan Jezus aannemen. Wie wil niet nog een vriendje hebben? Maar dat is ook voor de volwassenen. Jezus wil jouw vriend zijn. Jezus wil jouw vriend zijn. Maar hij is jouw Heere. En wij komen vanmiddag daarop terug. Waar die Heere Jezus dan. En ik ga jullie net gauw even. Johannes 15 zegt de Heere, je hoeft daar niet naartoe te gaan. Ik lees dit. Niemand, vers 13, niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden. Wat komt dan aan? Als u doet wat ik gebied. Dat is een leuke vriend. Wie wil mijn vrienden zijn? Ik heb een hele paar taken vandaag begrepen. Nee. Jezus Christus is ons, wanneer je tot geloof komt, is nog meer als een vriend, hij is een broer. Maar hij is niet op hetzelfde niveau. Hij is de Heer Jezus is mijn vriend. En met respect kijk ik daar nou. En ik besef dit. En ik ben in verwondering dat God de Zoon Marius Storm als vriend ziet. Begrijpen jullie het verschil? Maar nu, oh, hij is just. Nee, mensen. De respect en de eerbied is weg. De verwondering van wie hij is, is weg. En dit is, ik kan het zeggen, hij is jouw vriend. Maar hij is ook jouw Heere.
En dit kan je niet losschoppelen. En dit zie je in heel veel van de trends. Dus is een vriend en dan later komt die vriend en hij zegt, maar dit is verkeerd en zijn woord. En dan begint het, nou, een vriend zal het niet tegen mij zeggen. Nee, mensen. Het is ook dit bedaan. In het pragmatisme gaan wij vanmorgen even aankaarten. En dit is, wat werkt, is van God. Als de resultaten daar zijn, dan is het goed. Dan moet het goed zijn. En dat is ook een gevaar. We sluiten af, mensen. Bart, jij gaat nu zeggen wie moet wat doen. Nee, maar kom, ik sluit af. Moet ik gebed en dan ook voor de eten, dan kunnen jullie... Goed, mensen. Hemelse Vader, wij danken u voor wie u bent. En Heere, u heeft ons gewaarschuwd door de Heere Jezus, en het was ook al in het Oude Testament, dat uit het volk zelf en van buiten al valse profeten kwamen. En Heere, wij hebben kennis genomen vandaag, op allerlei terreinen. Maar ik wil vragen dat u ons vanmiddag ook het ware evangelie gaat laten zien. Dat wij dit kunnen onderscheiden. Geef mij ook de woorden, Heere. Het is zo'n lang, groot onderwerp. Help ons om het op een goede manier te behandelen. Heere, wij bidden voor allemaal die misleid zijn. Breng ze terug. Misschien familieleden, kennissen. Mensen die afgehaakt zijn. Geef ons de woorden om met zo iemand te praten. En Heere, dank u wel dat uw genade nog voor ons hier genoeg zijn. En ik bid dan nu, wil u ons groepen waarin wij omgeven voor elkaar, dat wij goed gesprekken hebben, wordt u dit eten zegen Johan en allemaal die in de keuken bezig waren. En geef ons dankbare harten. In de naam van de Heer Jezus. Amen.